Gemeentebelangen over Betuwe kiest nieuwe fractievoorzitter. NEC lijkt inmiddels een nieuwe technisch directeur te hebben. En nachtfotograaf Johan fotografeert een probleem voor mens en dier. Dit is het RN7 Regio Nieuws van donderdag 27 oktober. De fractie van Gemeentebelangen over Betuwe heeft een nieuwe fractieleider gekozen. Ans Huisman zal binnenkort na 11 jaar het stokje overnemen van Henk Vreeman. Vreeman wilde eigenlijk eerder dit jaar al opstappen, maar werd na de verkiezingsuitslag van maart gevraagd nog even te blijven. De partij groeide toen van 4 naar 8 zetels. Ans Huisman heeft ook al de nodige politieke ervaring. Zo zat zij onder meer namens de VVD in de Provinciale Staten van Gelderland en in de Landelijke Partijraad. NEC lijkt beter te hebben voor de functie technisch directeur. Carlos Albers lijkt de opvolger te gaan worden van Ted van Leeuwen, die deze maand stopt als technisch directeur bij NEC. Albers, oud-voetballer van NEC, is nu nog hoofdscout bij AZ. Carlos Albers is zeker geen onbekende voor NEC op technisch vlak. Zo was hij eerder al technisch directeur van de club van 2006 tot en met 2013. In die tijd haalde hij spelers waaraan NEC veel heeft verdiend. Albers zal na alle waarschijnlijkheid over 2 weken na de laatste wedstrijd voor de winterstop gepresenteerd worden. Je kent het vast wel. Je loopt 's avonds in het donker buiten. De zon is al lang onder. Maar echt donker is het dan ook weer niet. Hier en daar zie je dan een gloed van locaties waar veel licht vandaan komen. Zoals bijvoorbeeld het centrum van de stad. Dit heet lichtvervuiling en het is een groot probleem in Nederland. Nachtfotograaf Johan van der Wielen legt het fenomeen vast met zijn camera. Op zijn foto's is goed te zien hoeveel licht afstraalt bij bebouwing, waardoor het in de natuur op veel plekken niet meer helemaal donker wordt. En dat is een groot probleem voor mens en dier. Het is op dit moment helder. Het is kraakhelder. Ik zie sterren, ik zie zelfs sterrenbeelden. Dus eigenlijk voor nachtfotografie is het de beste nacht, ja, het beste moment wat je kunt krijgen. Ja, absoluut. Daar word ik heel blij van. Ik fotografeer heel veel in de nacht. Ik ben onder andere nachtfotograaf. Ja, waar ik mee te maken krijg is het feit dat het eigenlijk nooit donker is in Nederland. Het is nu zo donker als we zouden willen. Ik zie sterren. Maar in feite hebben we in heel Nederland te maken met menselijke verlichting. We gaan gewoon eens een probeershot maken. Iets langer belichten. Nou zou die ongeveer wel. Maar wat meteen opvalt is dat een ding natuurlijk knalgeel is. En dat is niet iets wat ik hier met mijn ogen zie. Met mijn ogen zie ik hier gewoon donker en ik zie al sterren. Maar ik zie gewoon knalgeel eigenlijk. Zelfs de Rijn ligt gewoon geel op. Lichtvervuiling wordt dat genoemd. Ja, dat is eigenlijk een beetje een ondergeschoven kindje, lichtvervuiling. Maar het is een enorm probleem in Nederland. Op de fauna heeft het een enorme impact. En dan heb ik het nog niet eens over de milieuproblematiek. En natuurlijk ook de problematiek bij ons mensen zelf. Want ook daar staan we eigenlijk nauwelijks bij stil. Wij maken minder melatonine aan als het licht is. Dus dat betekent in het westen van het land slapen mensen echt substantieel slechter dan bijvoorbeeld in het oosten of het noorden van het land. Waar het wel veel donkerder is. De politiek in de gemeente Druten voert al vele jaren tevergeefs actie richting de provincie. Om de Maas- en Waalweg tussen Druten en knooppunt Ewijk eindelijk te verbreden. Ondanks heeft de dorpslijst Puiflijk Druten-Zuid voorgesteld om dan maar te kiezen voor goedkopere oplossingen die tijdelijke verlichtingen geven voor de toegenomen verkeersdrukte. Zij zetten nu in op de verlenging van de invoegstrook bij Deest. De komst van een zonnepark van 24,8 hectare tussen de A50 en Leur is een stap dichterbij. Het Wiegens College legt een verklaring van geen bedenkingen voor aan de gemeenteraad, die na het aannemen daarvan ter inzage wordt gelegd. Daarvoor zijn aardig wat hordes genomen om een conflict met de provinciale regelgeving op te lossen. Eerder deze week brachten wij een bezoek aan de voedselbank in Druten. Niet alleen daar, maar landelijk merken zij dat de vraag om hulp vanuit de voedselbanken toeneemt. Maar als de klanditie toeneemt, hebben ze bij de voedselbank natuurlijk ook meer handjes nodig. Onze collega's van Beeldbrengers zochten eens uit hoe het is om vrijwilliger te zijn bij de voedselbank en maakten de volgende reportage. Nu de voedselprijzen door het dak schieten, zijn er steeds meer mensen die zich het eten in de supermarkt niet meer kunnen veroorloven. Gelukkig hebben wij hier een oplossing voor. Ik ben hier bij de voedselbank en ik krijg vandaag alles uitgelegd over hoe deze organisatie in elkaar zit. Hi, ik ben Eva. Ik ben hier begonnen vanuit school en toen was dat eigenlijk klaar. Maar ik dacht, ik vind het wel gezellig en dankbaar werk, dus ik blijf doorgaan.
Nou, wat mij gemotiveerd heeft om bij de voedselbank als vrijwilliger aan te melden, was eigenlijk ook dat ik zelf ook iets wilde bijdragen aan de maatschappij. Bij de voedselbank veel mensen zich niet aanmelden bij de voedselbank omdat ze zich schamen. Maar dat merk je bij de mensen die daar komen over het algemeen niet. Dus je ziet dat daar toch een bijna een soort van uitje van gemaakt wordt. Mensen die elkaar daar ook zien en treffen. Soms een half uur van tevoren een kopje koffie gaan drinken voordat het open gaat, zeg maar. En elkaar daardoor ook ontmoeten. Dus er zullen ook zeker ook eenzame mensen bij zitten die naar de voedselbank gaan. En op die manier ook sociale interactie hebben. En dat is ook wel heel leuk. Ben je bewust van de prijzen in de supermarkt nu? Ja, ik ben wel meer bewust geworden, ja. Zeker, ja. Hoe uit dat zich? Koop je dan bijvoorbeeld veel meer B-merken? Of wordt het juist als ongezonder omdat het goedkoper is? Nou, het is meer van altijd als ik een beetje geld heb, dan wil ik iets halen bij de supermarkt. En eerst was een stuk goedkoper, dus nu moet ik steeds beter uitzoeken wat ik nog kan kopen van mijn geld dat ik op dat moment heb. Bijvoorbeeld eerst waren sneeuwwafels 76 cent en nu zijn ze een euro. Nou, dat is natuurlijk wel best wel veel. En ja, ik koop dan eigenlijk altijd het goedkoopste wat er is en dat is nu ook alweer gewoon 1/4 duurder geworden. Ik denk brood vind ik best wel veel duurder geworden, maar ja, het blijft wel kopen. En zuivel vind ik ook best wel duur geworden. En je hebt nu zelfs ook mensen die dan naar de voedselbank gaan, omdat ze dan eigenlijk te weinig te besteden hebben voor de supermarkt. Als jij daarvoor in aanmerking zou komen, zou je dan regelmatig gebruik maken hiervan of zou je liever wegblijven van de voedselbank? Ik heb ergens gewoond waar iemand bij de voedselbank zat, bij een vriend van mij. En ja, eigenlijk zag ik daar alleen maar pluspunten van in plaats van minpunten. Dus ja. Ik zou het zeker wel doen. Nou, hartelijk bedankt voor het kijken allemaal. En zoals jullie weten, hulp hebben we altijd nodig. Het kent geen einde. Ja, het was vandaag eigenlijk een prachtige herfstdag. Vooral de temperaturen vielen natuurlijk op. Op veel plekken kwam die boven de 20 graden uit. In de middag was er wat meer bewolking, maar het bleef in onze regio gewoon droog. Morgen lijkt wel een zomerse dag te worden. We starten met redelijk wat zon in de ochtend. Temperatuur dan al 16 tot 17 graden. Later vooral in het westen wordt het bewolkt. Daar verdwijnt ook even de zon achter de wolken. Voor de rest hebben we te maken met zon en wat sluierwolken. En de temperaturen, ja, die vallen morgenmiddag echt op. Met 19 graden op de Wadden, maar 25 graden in het zuiden van het land. Ja, lijkt het bijna een zomerse dag. Bij ons in de regio morgen een mix van wolken en zon. Het blijft voor de rest droog en die temperatuur 23 graden. Ja, het is lekker genieten morgen, zeker tijdens de herfstvakantie, even lekker erop uit. Dan de vooruitzichten voor het weekend. Zaterdag wolken en wat zon. Het blijft droog. De temperatuur dan 22 tot 23 graden. Zondag de laatste echt warme dag met opnieuw wolken en zon. In de nieuwe week gaan de temperaturen wel iets naar beneden. Nog steeds aangenaam herfstweer van zo'n 20 graden. Droog. Zon en wat wolken. Tot zover het RN7 regio nieuws van vandaag. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze website en app. En volg ons natuurlijk ook even op Facebook of Instagram. Morgen zijn we er weer met een nieuwe uitzending. Dezelfde tijd, dezelfde zender. Ik zeg tot morgen.